Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen we Tennis Games Universe samen met Bram en Tristan. Nou ja, Bram is niet in de game, maar Tristan wel, zoals jullie zien. We gaan er om 7 vertrekken. 47, ja. Yep. Zei je al. En ik ben ook lekker conducteur. Ja, hij is inmiddels ook conducteur geworden. Kijkers van deze video, zouden jullie zo lief zijn om op mij te abonneren? En Sam is ook conducteur geworden. En ik ook. Ja. Oké, we kunnen... Oké, als mijn deur op gaat. Klopt het? Ja. Ik kwam hier alweer voor... Je kunt vertrekken. Kijkers, als jullie beeld zien wit een beetje soms, dan komt het omdat ik ook even in edit ben. Kijkers, welkom in deze sprinter naar Amsterdam Centraal. Het volgende station is Utrecht, Maarse. Ja, we stoppen die te schuilen, dat is Nee, omdat dat is helemaal aan die kant. Nu gaan we 120. Oké, nice. Maar hoe weet je dat je hier 120 mag? Ja, dat stond een bordje met 1, 2 tot naar de 2. Dus 12, dus dat is inderdaad 120. Hier moet je afremmen naar 40. Wow, ik neem even een pauze. Ik ga ook aan het Games Universe doen. Kom naar Maarse. Station Maarse. Oh, nou weer mogen. Nou weer mogen lekker 160. Dit is het treinpunt van deze trein. Een grapje. Oké. Grapje. Geven. Ja, dat is toch een grapje. We gaan 160 rijden. We gaan nu 160 rijden. Lekker snel. Oye, boele 009 HR. Wie HR? Oh. Boele 009. Ja. Boele 009. Hij was ook bij mijn training aanwezig. Ik zie ligt het aan mij of heb je me geunfriend? Ik? Oh nee, op dit account heb je me nog niet gefriend natuurlijk. Ja, maar Bram kan mij joinen, dus... En we moeten heel hard remmen voor Maarse. Station Maarse. Station Maarse. Ik ben Tristan zijn conducteur, zoals de kijkers al weten. En Bram ook. Ik heb hoordopjes. Ik ook hoor. Ik op een andere account dan. Ik heb de pain buckets. Yeah. Ik ook op mijn andere account. Hallo. Dit account. Yeah. Dat kan niet. Haha. Dat kan lekker niet. Dus dan zullen we samen HC zijn. Oké, dan sluit ik de deuren en kijk jij of ze dicht zijn. Oké, en... En dan per station wisselen we de... De vertrektijd is om 51. Ik controleer die kaartjes. Oké, de vertrektijd is om 51. Eerste klas. Ik ga dan checken of het echt zo is. Ja. Dan. Oké, om 51 gaan we. Dus ik kan wel één deur open wanneer de sleutel. Alleen deze trein. Dus de sleutel hoef je niet per se te breken. In de ICMM is er geen eerste klas. Oké, ik ga hem terug in mijn cabine zetten. Dus. Oké. Fluit jij als je fluit maar, dan sluit ik de deuren. Fluit maar.
Nou, dat is moeilijk, hè? Samen haast zitten zijn. Niet echt. Zijn de deuren dicht? Oh, ja. Oké. Kunnen zo. Oh, alleen, dan moet ik even naar de andere cabine lopen. Okay. Nog even vertrekken. Ik zit bij Tristan voorin. Op het volgende station neem ik jouw taken over. En Tristan en Quinten mijn taken. Ja. En degene die op het station heeft gefloten, die mag ook de vertrek en aankomst omroep doen. Doe jij de hele tijd de vertrek en aankomst omroepen? Want ik vind dat niet zo leuk. Dames en heren, welkom in deze sprinter in de richting van Amsterdam Centraal. Het volgende station zal zijn Breukelen. Hier kunt u overstappen voor treinen naar Utrecht Centraal. Maar weet je wat heel jammer is? En uitgeest, ja. Nou, ik heb bijna de training voor customer service. Dus iemand kan de trein overnemen. Ik heb ook training van customer service. Ja, wij zijn allebei. Ik kan al joinen. Ik kan al joinen. Oh, nu al? Oh, we mogen nog niet joinen, dan word je gekikt. Echt? Maar waarom staat het dan open? En nu kan de host erin. Oké, dus niet erin gaan, oké? Dan komen we over enkele ogenblikken aan op het station van Breukelen. Stappen doet hij in rijrichting links. Dus dan... Ja? Ja. Oké, maar wanneer mogen we joinen? 19, hè? Geloof ik. Ja, alleen de host Ik heb het al een keer gedaan, dan moet je echt van klanten omgaan. Really? Trouwens, kijkers, als jullie willen weten hoe Stan zijn kanaal heet, laat het weten in de reacties. Nu. Okay. Is nu vertrekt tijdens 5 en dingen. We moeten nu vertrekken. Je moet sowieso 15 seconden van tevoren starten met vertrekprocedure. Oh, die mama, maar ik ben niet te spammen. Ja, dan wordt hij hard. We kunnen... Als iedereen zit? Is iedereen klaar? Ik moet nog naar de andere cabine lopen. Tring. Ik ben naar buiten gevallen. Morris. Ben je binnen? Oké, ik ga kijken wanneer je achterin zit. Yep, kunnen. Dat je achterin zit, de. Beste reizigers. Goedendag. Welkom in deze trein naar Apkouden. Het volgende station is Apkouden. Voordat door werkzaamheden en een storing kunnen wij niet verder rijden dan Apkouden. Nee. Ik wou juist deze video maken tot Amsterdam Centraal. Oh, maar we hebben training, hè? Oh, ja. Ja, maar dat kan ook de volgende keer. Ja, maar het maakt ook niet heel erg veel uit. Yep. Beste reizigers, goedendag. Voor werkzaamheden en een storing rijdt deze trein niet verder dan station Apkouden. Dus Apkouden is het eindpunt van deze trein. Er staat aan de achterzijde, aan de voorzijde van het station, een treinvervangende bus. Deze zal u rijden in de richting van Amsterdam-Belmer Arena. Vanaf Amsterdam-Belmer Arena zullen ook treinen eindigen met hun dienst. We rijden dan terug naar Amsterdam Centraal. Let op, de eerste treinvervangende bus naar Amsterdam-Belmer Arena vertrekt over
10 minuten na aankomst aan de voorzijde van het station. Let op, het is Let een op. Snelbus. Deze bus stopt niet op Amsterdam-Holendrecht, maar stopt extra op het metrostation van Bullewijk. Grapje. Dames en heren, goedendag. Voor enkele ogenblikken komen wij aan op het station van Koude. Let op, om 7 uur vertrekt er een snelbus, een treinvervangende bus naar Amsterdam-Belmer Arena via Amsterdam-Holendrecht. Dames en heren, u wordt vriendelijk verzocht en verwacht de trein te verlaten. Bedankt voor het reizen. Bedankt voor het reizen met NS. Neemt u uw treinvervangende bus of verlaat u het station? Vergeet dan niet uit te checken met uw OV-chipkaart. Dames en heren, station Apkoude. Dames en heren, dit is het eindpunt van deze trein. Wegens een storing en werkzaamheden rijdt deze trein niet verder dan Apkoude. Voor werkzaamheden voor het tussen Apkoude en Amsterdam Belmer Arena. Nee, ik heb het toch al gedaan. Rijden de treinen niet verder dan Apkoude en Amsterdam Belmer Arena. Excuses voor het ongemak. Ja, de eerste bus die vertrekt van Apkoude is een... Let op. De eerste bus die vertrekt van Apkoude is een snelbus. Nee, is een normale bus en die... Ik zie hem al op een, Let op, de tweede staan. Bus die vertrekt van de bushalte op Koude station is een snelbus. Ja. Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart als dit uw eindstation is. Ja, of als u overstapt op de bus. Leuk is dat elk kwartier een snelbus komt en dat die als op 00 of ja, op uur en half vertrekt, is de normale bus en om 1:15 wordt voor een snelbus is. Ik ga hier de video beëindigen. Laat een like achter. Abonneer. Bedankt voor het kijken naar de video van... Nee. We wachten dat u deze video liked. Nee. Bedankt voor het kijken. Abonneer op Bram en Nel en Tristan Achtbaan. Jojo. Nou, kijkers. Ik hoop dat jullie... Om te hebben van deze video, niet luisteren naar Bram, maar abonneer wel op Bram en El. Abonneer ook op Tristan. Abonneer en like. En ik zie jullie bij de volgende video. En Bram doet irritant.